Het is duidelijk hier. L'Energie Verte, zei Si. Voor groene energie moeten we hier zijn. Weg naar Lampiris, dus we zitten in Luik. Nu even zien waar dat spel hier ook alweer is. Hè. Ik voel me vol energie vandaag, want we zijn hier bij Lampiris in Luik. Naast mij zit Geeta Mondet. Geeta, vertel eens, wat is jouw rol juist bij Lampiris? Wel, ik ben verantwoordelijk voor de B2C-markt, hè, dus de volledige B2C-markt van Lampiris. Dus alle niet-zakelijke klanten, hè, alle mensen zoals jij en ik in België. Zeg, en hoe zit dat nu? Lampiris, is dat ook Total of hoort dat bij elkaar? Kan je dat eens uitleggen? Dus de aandeelhouder van Lampiris is Total. Hè. Dus ja. We zijn in 2016 door hen overgenomen, 100%. En dus we zijn een filiaal van de Totalgroep. Ja. Oké, en betekent dat ook dat jullie naar de consumenten in België ook een aantal diensten van Total vermarkten? Of zijn daar geen synergieën tussen? Naar de residentiële markt is het volledig Lampiris. Hè. Dat is de brand waarmee we gaan. Voor de professionele klanten is het Total, hè. Total Gas and Power. Maar voor de residentiële markt is het Lampiris. Nu zien of we hier ergens dat marketingteam kunnen vinden. Het zou hier ergens moeten zijn. Hier is vragen. Excuse-moi, Cécile, les équipes marketing et digital? Oui. Ah, perfect. Wanneer je zo terugblikt op 2018, wat zijn zo de belangrijkste veranderingen voor Lampiris geweest het afgelopen jaar? Wel, in 2018 is een jaar geweest waar we... Een mooi jaar voor Lampiris, want in de residentiële markt zijn we met meer dan 20% gestegen in dus marktaandeel. Dus meer dan 20% toegenomen in aantal klanten. Dus een jaar met heel veel energie. Het team is er volledig voor gegaan. En het is een jaar geweest waar we echt nog meer onze waarden hebben kunnen beleven op commercieel vlak. Dus met veel connectie met onze klanten. Dus echt een jaar van groei. Zowel op onze basisdiensten in gas en elektriciteit, maar ook een verdere diversificatie op energy services, hè, dus op producten en diensten, zoals alles wat zonnepanelen is, hè, oplossingen rond warmteketels, onderhoud en plaatsing, maar ook EV-chargers, dus de laadpalen. Ja, voor de elektrische auto's. Ja, ja, inderdaad, dat klopt. Parce que quand vous dites produit, ici, vous gérez toute une série de produits, c'est pas que le gaz et l'électricité ici. Non, bien sûr, c'est le produit principal, c'est le gaz électrique, mais on propose plein de services dans le chauffage, dans les panneaux photovoltaïques, l'installation, la gestion de l'énergie en général, bientôt les véhicules électriques aussi, et déjà les stations de recharge pour les voitures. Donc vraiment une offre multi-produits, multi-services qu'on essaie de développer. Ouais. Zeg, je spreekt over zonnepanelen. We lezen als consument ook allemaal in de pers van alles over een slimme meter die er aankomt. Is dat iets waar jullie ook mee bezig zijn of waar jullie van jullie klanten van horen dat ze er mee bezig zijn? Ja, we zijn er mee bezig. Ja. Dus we sowieso al de regeling in de markt met het centraal content systeem op niveau van de DNB's, hè, dus van het netwerk. DNB's, dat zijn? Ja, dus de distributienetbeheerders, hè, zoals Fluvius, hè, het vroegere Eandis. Ja. Dus zijn bezig met zich te organiseren, dus dat sowieso. Nu zijn we met slimme meters bezig. Ja, we zijn er mee bezig en onze klanten beginnen er mee bezig te zijn. Nu, wat we wel vinden is dat het niet allemaal zo klantvriendelijk gebeurt. Hè. Dus we luisteren niet genoeg naar onze klanten. En het is allemaal wat complex eigenlijk, wat de hele energiesector trouwens is. Leg het maar een keer uit aan uw moeder of aan uw familie. Het is redelijk complex. Dus dat eenvoudiger en toegankelijk maken, dat is waar we mee bezig zijn. Dus wat de slimme meters betreft, onze klanten vragen ons van, ja, die slimme meters komen eraan. Wanneer zit dat juist in Vlaanderen? Er zou nu een voorakkoord zijn in de laatste dagen, om toch de ingang te vinden. Neemt allemaal wat tijd ten opzichte van de andere landen. En klanten stellen zich de vraag bijvoorbeeld, ja, oké, dat is misschien allemaal goed voor mij, om real-time, stilletjes aan, mijn data te kunnen hebben en kunnen gebruiken. Vooral als prosumer zijnde. Mm-hmm. Prosumers, dat zijn mensen die zelf ook energie produceren, bijvoorbeeld inderdaad, met zonnepanelen. Ja, dat klopt. Maar ze stellen zich dan ook de vraag, oké, hoe kan mij dat helpen? In het kader van de bescherming van privégegevens en van de privésfeer, gaan jullie daar niet gebruik van maken? Hoe zit dat juist? Ben ik daar eigenaar van? En dus klanten stellen ons wel die vragen. Dus we zijn daarmee bezig, hè, onvoldoende. En ook, ja, dat volgt ook de markt, zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië, is dat toch een hele bedoeling. Ja. Zeg, en wanneer we naar de energiemarkt kijken, vroeger was het de gewoonte dat je bij een vaste leverancier was. En vandaag zien we dat dat blijkbaar niet meer zo is, omdat er heel veel leveranciers zijn en dat mensen nogal vaak switchen.
Hoe hebben jullie dat aangepakt op het gebied van marketing? Hoe hebben jullie op die trend ingespeeld? Goh, wel, het is sowieso goed dat mensen switchen. Dus van leverancier veranderen is gezond. Mm-hmm. We hebben ons daar nooit... We zijn een challenger aan de basis. Ja. Dus het is opgericht al meer dan 15 jaar geleden, het bedrijf. Een challenger. Dus dat zit er echt nog in. We zijn geëvolueerd, we zijn wat volwassener geworden, om het zo te zeggen. Al blijven we graag kind ook. Maar we hebben daarop op ingespeeld, is te zeggen, kijk, het feit van te switchen is goed. Verder op onze prijs werken, op een reden te geven waarom je bij Lampiris kunt komen. Mm-hmm. Prijs, service. En dan op de sleutelmomenten werken, marketing-wise. Bijvoorbeeld, typisch, hè, maar dus de verhuis is een moment waar de mensen denken, ik zou misschien wel iets veranderen. Ja. Op sleutelmomenten werken om op die switchrate in te spelen. En dan, dat is ook logisch, de strategie is redelijk... wijdverspreid, maar is dat we ook andere diensten gaan aanbieden die de klant kunnen helpen om die energie toegankelijker te maken. Ja, dus je biedt niet alleen energie, maar je biedt ook nog een aantal andere diensten daar rond. Dat klopt, ja. En dat is dan waarmee je zogezegd diversifieert ten opzichte van de concurrentie? Wel, er zijn ook concurrenten die dat doen. Hè. Ja. Onze diversificatie gebeurt niet historisch bij Lampiris, niet echt in het wat we aanbieden, maar hoe we het aanbieden. Dus we zijn nog heel sterk, en daar zijn we fier op, van de oprichters, en ikzelf zit er nu iets meer dan 6 jaar. Ik was er ook voor de periode van de evolutie nu recent. Maar is het hoe we het doen? En we zijn een bedrijf, marketing-wise, we vertrekken van onze waarden. Ja. Dat is superbelangrijk, want dat zit geprent in eenieder die bij Lampiris werkt. En dat is ook daarom dat ik hier elke dag kom, naar Luik. Hè? Omdat dit mij echt genomen heeft, hè, in de onderbuik. Ja, het is een stukje het gevoel van het team en hoe je de zaken aanpakt die het verschil maken in de energiemarkt dan. Ja, voor ons wel. En dat is duidelijk de optie waar we voor gegaan zijn. Dat betekent dat je bepaalde dingen doet en andere niet. Maar in het wat is er een differentiatie? De totaalgroep helpt ons wel om een stuk verticaal te integreren, om gemakkelijker andere producten en diensten aan te bieden, om ook mogelijkheden te hebben om dat te doen. Want als start-up vroeger konden we dat gewoon niet. Hè. Ook, dat moet je zeggen. Maar die hoe, vertrekkende uit onze waarden, en daaraan onze brand promise gekoppeld te hebben, dat te versterken, dat is echt waar wij het verschil denken te kunnen maken naar onze klanten toe. Ja. En wat ben je op dit moment aan het doen? Op dit moment ben ik bezig aan een video met de Borlees. Dus volgende zaterdag, de zaterdag die hier komt, sponsoren we het loopevenement Credit Spa. De Borlees gaan daar ook aanwezig zijn. En op groot scherm komen er dan een aantal video's met hun te staan. Gaat over van alles eigenlijk, ook gewoon hetzelfde, die berichten van respecteer de natuur, mensen een beetje helpen met wat opwarmoefeningen. Je zegt de manier waarop jullie de zaken aanpakken, die is zeer belangrijk. Vertaalt zich dat dan ook in de manier waarop de marketingorganisatie zichzelf organiseert? Wel, de organisatie zelf, ik zou zeggen ja en nee. We zijn altijd voor een vlakke structuur gegaan. Ja, dus vlakke structuur betekent niet te veel energie, hiërarchie en blabla. Dus heel toegankelijkheid, ook intern. Als je in je tagline naar de klanten toegankelijkheid, bereikbaarheid aangeeft, in alle opzichten, ja, dan moet je dat intern ook doen, want anders is er een disconnectie. Dus het feit van naar storytelling en storydoing toe volledig coherent te zijn, dat is het punt. Dus organisatie, we zijn redelijk functioneel georganiseerd, dus dat is nu niet iets uitzonderlijk speciaal. Hè. Dus binnen ons team, we hebben brand, dus mensen die zich met brand bezighouden, dat is één zaak. Het content team, content communication team, ja. Waar dat we het always-on logica, kunnen we het even over hebben misschien, maar always-on logica bieden van een content platform, dus content en communicatie is een team. Dus je hebt een content team, die mensen zorgen dat er marketing communicatie gebeurt, neem ik aan. En daar heb je gezegd een always-on model. Ja. Leg eens uit, wat houdt dat in? Always-on model houdt eigenlijk uit dat we altijd in campagne zijn. Ja. Daar komt het op neer of het nu meer above the line is qua notoriëteit of meer below the line. Dat zijn ouderwetse termen, maar meer digitaal. We zijn eigenlijk altijd met topics bezig. Ik geef een voorbeeldje. Rond elektrische voertuigen hebben we gezegd, oké, we hebben nu een mogelijkheid en we zien daar een nood ook, naar bedrijven toe, maar ook naar particulieren,
om die laadpaaloplossingen te brengen. Hè. Laadpaaloplossingen waar dan ook een businessmodel bij zit, niet enkel het product, want dat dient tot niks. Maar ja, hoe ga je daar de connectie met de klant leggen? Dus daar is beslist, en dat heb je misschien gezien in de pers begin 2018, om al onze bedrijfsvoertuigen, iedereen heeft er een, maar vooral de commerciële mensen hebben een, alle bedrijfsvoertuigen naar elektrisch over te schakelen. Mm-hmm. En we hebben onlangs Quentin, een van onze collega's, die daar een jaar mee gereden heeft met een elektrisch voertuig, en die zijn feedback komen geven. En we plaatsen dat dan op onze blog, daar reageren klanten op. En waaruit vertrekt van het principe van, kijk, als je iets wilt gaan, ja, marketing zorgt voor verkoop, we zijn een commerciële organisatie, maar als je iets gelooft en zelf beleeft, dan kan je dat gewoon beter uitleggen. Het is echt walk the talk. Ja, dat is walk the talk, en dat proberen we te doen. We hebben niet de pretentie van dat goed te doen, maar dat proberen we echt te doen, want dan kan Quentin uitleggen, ja, ik ben daar eens op de E40 stilgevallen of moeten bijtanken, ik heb 30 minuten. En dan zie je ook dat hij in zijn dagelijks leven de zaken kan uitleggen. En dat vinden we in de logica van story doing, elementen die het echt maken. En die zorgen van, daar zitten echte mannen en vrouwen, jongens en meisjes die hier werken. We zijn een redelijk jonge organisatie, om dat te tonen. Dus dat is een voorbeeld, ja. Begrijp ik dat goed, dat jullie dan niet meer met vaste campagnes werken, met een begin en een eindpunt, waar je dan bijvoorbeeld ineens een hele hoop mediabudget gaat uitgeven, maar dat je meer in een soort van permanent verhaal zit? Wel, het is een mix tussen beide. We zijn in transitie vandaag. Dus we hebben eigenlijk, we hebben beide vandaag. Maar we zijn inderdaad naar een model aan het gaan waar dat we geen vaste termijnen meer hebben. Maar als je bijvoorbeeld op notoriëteit gaan voor televisiebudget, een beetje radio, ja, dan is dat logisch dat dat een aantal slots zijn. Ja. Maar die gebruiken we ook minder en minder en we gaan meer naar permanent digitaal, waar we zien dat er eigenlijk veel meer impact is. Ja. En is dat iets wat je ziet, dat digitaal eerder in een permanent model zit en dat de offline media, als ik het zo mag zeggen, dan nog in een campagnemodus zit? Ja, vandaag wel, naar hoe het georganiseerd is wel, maar ik denk dat er echt een evolutie gaat zijn in ook alles wat content betreft in de media, op televisie, de integratie daar. Platformen die doen, zoals wat de VRT nu aan het doen is, bijvoorbeeld, of andere zenders, dat gaat helemaal een omslag maken. Dus wij geloven echt in dat permanente. Ja, par exemple, je m'occupe de faire une petite vidéo pour les réseaux sociaux à propos du gaz riche, donc principalement en Flandre. Certaines communes vont être impactées, donc voilà, c'est pour faire une petite vidéo pour animer les réseaux sociaux. En als je dan spreekt over die mediamix, kan je daar iets over vertellen? Hoe zit die vandaag, digitaal, niet digitaal? Heb je daar een idee rond? Wel, we hebben vandaag, als je naar digitaal, niet digitaal kijkt, in onze mix, als ik de brede mix neem, dan zitten we ongeveer op 1/3, 2/3. Dus we zitten toch al op 2/3 digitaal. Ja, oh, mooi. Dat is, de meerderheid is al digitaal. Ja, de meerderheid is vandaag al digitaal. Oké. Okay. Ja. En naar de invulling van die campagnes toe, of de manier waarop jullie zich organiseren, doe je veel intern met dat marketingteam? Of zijn er ook externe agentschappen die jullie betrekken daarbij? Ja, we hebben een mix, hè. Dus een gezonde mix. Hè. We hebben een aantal externe agentschappen die er, bijvoorbeeld rond het creatief platform. We doen veel intern historisch, maar daar zijn we ook geholpen geweest. Dus dat is, ja, alles wat natuurlijk voor media, content, heb je ook platformen nodig. En dan, in het kader van UX bijvoorbeeld, worden we geholpen door bepaalde agencies. Daar werken we ook mee. Ja. Dus het is een mix van de twee. Ja. Je weet dat Jelle en ik zelf ook een agency opgericht hebben. Ja. Is er iets wat jij nog mist in de agentschapswereld in België? Goeie vraag. Ik denk, ja, wat ik mis, het is eigenlijk, ik zit eenvoudig in elkaar en ik ben geen marketeer aan de basis, dus ik vind... Dat zijn misschien de beste marketeers. Ja, wie weet, dat ga ik niet zeggen, maar nee, dat ben ik niet aan de basis, maar dus ik heb een vriend die in de marketingwereld zit, hè, dus, en ik vroeg hem, kijk, ja, ik ga nu marketing gaan doen met een heel team, hè. We hebben echt een fantastisch team, ik mag hier spreken voor hen een stuk, maar we hebben echt een fantastisch team op marketing en digital zitten. En ik vroeg hem, zeg, kijk, ik moet hier iets intelligent gaan vertellen, want ik ga hier met de marketing samenwerken en ik kom meer uit de proceswereld. Hè. En hij zei, ja, maar ja, er is iets goed, storytelling en story doing, hè, zoals ik daarnet zei. Ik zeg, dat heeft me echt aangegrepen. En ik denk dat het dat is. Meer de koppeling kunnen maken in agencies die ik zie. En ik heb niet een volledige visie op de markt, die pretentie heb ik niet. Maar echt mee koppelen naar de klanten toe. Wij organiseren customer advisory boards, andere bedrijven zullen dat ook doen. Maar waar we bijvoorbeeld concepten die we al klaarmaken, om die te kunnen koppelen. En agencies die ons kunnen helpen om die koppeling beter te maken naar nieuwe media. Beter met die klanten nog te kunnen connecteren op een frisse manier. Zo, dat is iets wat ik nog niet heel veel gezien heb, moet ik zeggen.
Vous dites UX, user testing. Mm-hmm. Comment est-ce que vous faites ça aujourd'hui dans l'organisation, tout ce qui est user testing, la communication avec l'utilisateur, le client final? On a plusieurs disons, approches. On va utiliser des outils comme Hotjar, par exemple, pour comprendre ce que les clients font sur notre site. On va également faire de l'A-B testing, donc mettre deux versions du site simultanément disponibles et voir finalement quelle est la version qui génère le plus de clics, le plus de conversions ou autre. Et puis parfois on fait aussi de l'user testing vraiment avec les utilisateurs en tant que tels. Donc on va les réunir dans une salle de réunion, on va filmer ce qu'ils font sur l'écran, que ce soit sur un desktop ou sur un mobile. On va leur poser des questions sur leur expérience, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, est-ce que c'était clair, pas clair. Et tout ça évidemment c'est hyper important pour nous pour pouvoir après l'intégrer et faire en sorte que l'expérience qui est donnée sur les outils digitaux de l'entreprise soit la meilleure possible et la plus adaptée aux clients. Het is interessant dat je aangeeft dat je uit het procesmanagement komt, want wat er binnen marketing nu een beetje een hot topic is, dat is dat je niet enkel in marketing mag verhaaltjes gaan vertellen en boodschappen gaan geven, maar dat je dat moet kunnen doortrekken in de gehele customer experience. Dus niet alleen voor het moment van acquisitie, maar ook na het moment van acquisitie dat die klant dezelfde beleving heeft. Is dat iets, en dat noemt men dan digitalisering en digital transformation en zo, is dat iets waar jullie mee bezig zijn of op welke manier gebeurt dat bij jullie? Wel, we zijn daarmee bezig, zeker in het concept, want we hebben echt eerlijk gezegd nagedacht van oké, wat moeten we nu een stuk met Lampiris, dus een hoge brand attribution, een grote awareness, die nog verder gestegen is, onder meer in Vlaanderen. Het is in Luik opgericht door een West-Vlaming en een Luikenaar, de twee Bruno's in de tijd. Maar we hebben echt nagedacht van in 2017, waar gaan we nu, wat moeten we nu doen? En ik kom op jouw vraag terug, we zijn gegaan van, wat waren onze waarden eigenlijk? En we hadden vijf waarden die al heel lang bestonden. En we zeggen, maar we moeten die verder gaan beleven. We zijn die onvoldoende terug aan het leven en er was super werk gedaan door onze voorgangers. En die connectie daarbij bijleggen. En dan kom ik op jouw punt. Marketing zit volledig overal in de organisatie. Dat is zo. De segmentatie, of die nu klassiek zoals vroeger gebeurt, of veel meer agiel, agile, die moet vooral overal begrepen worden. En dat is ook met sensemaking. Als het naar de collega's niets uitmaakt, dat er geen boodschap is, dat er geen drijfveer is, en dat komt vanuit marketing, de IT-mensen, andere mensen die samenwerken, dan klopt je verhaal gewoon niet. En hoe gaat de klant dat dan begrijpen? Gaat het veel te complex vinden? En zeggen, ik zie jullie positionering niet, it doesn't make any sense. En voor mij is het een driehoek tussen je merk, de brand promise die je vertaalt naar je klanten, moet je ook intern vertalen. En inderdaad, de beleving van dat merk en de brand promise, dus wat bij ons rond accessibiliteit, toegankelijkheid, bereikbaarheid is, die moet de persoon in het contactcenter of degene die achter de chat zit of degene die de chatbot maakt of ik weet niet, een factuur opstelt, die moet natuurlijk dan naar de klant kunnen vertalen. Ja. Dus die driehoek tussen merk, teamleden en klant, dat is het hem. En daar kan je alleen maar end-to-end op gaan werken. Ja. Dus dat is de marketingafdeling, die werkt bij jullie niet alleen extern, maar ook intern op de perceptie door de medewerkers van kijk, waar staan we voor en wat zijn onze waarden? Absoluut, en we betrekken ze daarbij. We hebben een bevraging gedaan, want we zijn ook van dus inderdaad, met Total, we zeiden wat gaat dat hier geven? Ze hebben ons veel vrijheid gelaten trouwens, de Total groep, van oké, doe maar. We hebben jullie niet gekocht omdat jullie hetzelfde zijn, maar omdat jullie anders zijn, dus houd dat. Alles kan veranderen in het leven, maar dat is zo. En dat is heel positief en dat heeft een drive gegeven en we zijn dat gaan bevragen. Onze waarden rond menselijkheid, rond agile zijn, rond lokaal werk, rond duurzaamheid. Hoe gaan we die gaan beleven? En we zagen dat die proof points, dat we die ook intern moesten gaan brengen. Dus we zijn op de finance-afdeling gegaan, op de IT-afdeling, van wat betekent dat voor jullie? Voor mij betekent dat om bijvoorbeeld rond certificaten snel te betalen naar de klant. Ah ja, inderdaad, dat is iemand van de finance-afdeling die dat doet. Dus dat is ook intern werk, echt waar. En ik ben volledig akkoord mee, C'est quoi le rôle de l'équipe marketing dans ce boucle d'amélioration contenu? C'est d'être à l'écoute du client et que ça ressorte le plus possible dans ce qu'on fait. Donc, c'est d'être à son écoute, d'adapter nos procédures en fonction, de s'exprimer dans un langage simple et compréhensible pour le client et d'être à son service. Ouais. Donc, passer le message de l'utilisateur, c'est un aspect important de l'équipe marketing aussi. Tout à fait. C'est notre métier principal. Un métier principal même. En kan je daar eens een voorbeeld van geven van een concreet project waarvan je zegt, kijk, onze marketing heeft vastgesteld, dit is belangrijk voor de customer journey, nu gaan we intern met een andere afdeling daar op een andere manier gaan werken? Ik kan een paar voorbeelden geven. Ik denk er zo snel aan twee. Maar één is bijvoorbeeld,
de terugbetalingstermijnen. We hebben altijd gezegd, we betalen heel snel terug. Naar bijvoorbeeld als er een openstaand bedrag staat voor een klant. Een openstaand bedrag en we moeten terugbetalen. We hebben altijd gezegd, we doen die belofte om zo snel mogelijk terug te betalen. Natuurlijk is het met een finance departement. Er zijn mensen die meer back-office werken, wat dat soms wel meer tijd neemt. En daar zijn goede redenen voor. Mensen doen uiteraard hun best, hun collega's. Maar ja, met een klantbevraging en veel met de klanten gaan zitten, van te zeggen, kijk jongens, wij moeten dat snel terugbetalen, want dat heeft impact op de klant. Ja. En dus die connectie te leggen met een feedback van de klant, waar we klanten filmen die dat zeggen, dat is één zaak. Tweede punt dat ik zou willen aanhalen is het proeven van de producten. Het proeven van de producten in elektriciteit lijkt me dat wel een beetje gevaarlijk gedaan. Hè? Maar dus niet letterlijk zullen we het dan nemen, dus eerder figuurlijk. Maar dat is ook die connectie, dus nu zijn we meer en meer met producten. Ik geloof persoonlijk in de logica van eerder businessmodellen die rond producten zijn dan zuiver producten. En dat is ook de how versus de what en de koppeling met de why. Want het product is op zich, ja, wanneer het over elektriciteit gaat bijvoorbeeld, die is voor iedereen is dat 230 volt geloof ik. Ja, inderdaad, dat klopt. Maar dus en rond de producten die we aanbieden, maar is bijvoorbeeld een challenge te organiseren, waar dan mensen van de IT-afdeling of finance-afdeling of HR-afdeling mee een ketelonderhoud kunnen gaan doen. Mee gaan kijken naar de zonnepanelen die er in grote trucks toekomen bij ons, alvorens die op de huizen van de klanten worden geplaatst. Van mee met klanten besprekingen te gaan doen. En we hebben een challenge georganiseerd. En binnen mijn team, dus een zaken die toen ik ben toegekomen naast het storytelling en storydoing, is te verplichten, ook naar mezelf toe als voorbeeld, van 25% van mijn tijd in interactie met de klanten zitten. Want het is leuk om marketing te doen in een gebouw daar, fancy, met leuke muren en op van die zitkussens te gaan zitten. Maar zonder met connectie te hebben met de klant, ja, ben je niet echt relevant. Dus daar zijn we echt oplossingen gaan vinden. En dat proberen we ook te doen. En je zou ervan verbaasd zijn, ik zie het voor mezelf, dat het heel leuk is, maar dat je soms toch terug naar intern je focus gaat brengen. En je moet echt die focus op de klant. En die connectie, het wordt vaak gezegd, maar je moet het kunnen proeven en beleven. Ja. Als je niet die connectie met de klant hebt, ja, dan ben je niet echt relevant. En dat zit overal in de organisatie. Lampiris is vrij sterk online aanwezig. Is er zo ergens een secret tip die je hebt, of een online tactiek, waarvan je denkt van, wow, dat heeft voor ons fantastisch goed gewerkt. Dat moet je echt een keer proberen. Humor. Humor, hè? Dus een beetje een hoek af. Dat is iets wat we denk ik kunnen houden hebben. En dat ook al historisch aan het merk gekoppeld is. En die humor. We gaan dat een beetje duurder verkopen. Tone of voice moet. Inderdaad. In de tone of voice. En dat bekt goed en dat past goed. En dat is ook authentiek. En dat is wie we zijn. En dat is ongebreideld, frank en vrij de zaken te zeggen. Dus ik denk dat wel. Dat de klanten dat wil smaken. Ja. Oké, mooi. Als afsluitende vraag misschien, wanneer je kijkt naar de energiemarkt vandaag en je denkt van hoe gaat die eruit zien over een aantal jaren, wat zijn volgens jou zo de belangrijkste evoluties die we nog mogen verwachten? Ja, ik denk een veel verdere digitalisering. Dus als je dat niet doet, dan ga je eruit. Dat is één. Twee, ook nieuwe actoren die vroeger niet in energie aanwezig waren. Zoals? Je hebt bijvoorbeeld typisch de Googles en de Amazons die gaan komen, maar ook bijvoorbeeld batterijproducenten die energieleverancier worden. Ja. Ik geloof niet in het eindpunt van een zuivere energieleverancier. Wij geloven ook in de evolutie, de literatuur zijn er ook een aantal experten die dat zeggen, maar in de platformlogica. Platformlogica en businessmodellogica, dat gaat het volgens mij halen. En je gaat dus meer en meer new entrants hebben. Mm-hmm. Samen met het feit dat de sector ook aan een consolidatie toch bezig is in België, hè, dus dat zie je toch. Er wacht nog heel veel, hè, voor de energiesector. Het is super exciting, er zijn echt heel veel zaken aan het veranderen, maar ik denk echt dat het er totaal anders uit gaat zien. Meer een platformlogica, hè, à la Uber, waar een klant geen klant hoeft te zijn, maar een gebruiker op een platform komt met een user die zij of haar toelaat om eigenlijk tot een bepaalde diensten toegang te krijgen. En dat gaat er heel snel komen. Mooi. Nog meer nood aan een dynamische organisatie. Absoluut. Dus. Zeker weten. Ja. Bedankt, Gita. Zullen we eens naar jouw team gaan kijken? Absoluut, dat doen we zeker. Graag. Welkom als de CPC. Ja. Hoe is het allemaal meteen?